Sander van der Heijden, morgen weer als hoofdtrainer voor de groep. Hoe is dat? Leuk. Laatste keer was vorig jaar met de Graafschap in de Kuip bij Feyenoord. Dus dat was, dat is voor niemand makkelijk. Hè? Dus ook niet voor de Graafschap dan als promovendus in de Eredivisie. En daarvoor was het de periode Vogels. Dus het is leuk om dat nou weer zo te doen. Nou werd er gekscherend tijdens het persmoment al even over gepraat. Heb je ook een oortje in? Ja. Maar dat doe je niet aan, hè? Ik vind dat net niks, eigenlijk. Ik vind op het moment dat je oortjes nodig hebt op de bank, omdat je dan van andere mensen moet horen wat er speelt, dan betekent dat je zelf niet alles kan zien. Ik vind dat niet. Vindt Henk dat ook niet en ik ook niet. En dat is totaal niet nodig. De vertrouwensband is wat dat betreft ook wel zo goed tussen jullie dat hij jou daar ook wel in vertrouwt. Ja, nee, maar goed, dat is altijd zo geweest, vanaf moment 1 al. Dus dat is nooit de sprake gekomen. Nee, we gaan gewoon de wedstrijd in zoals we altijd doen. Alleen het enige verschil is dat Henk nu op de tribune zit en niet in de dugout staat en de coaching doet. En dat zal ik nou moeten doen. In combinatie met Pascal en met Martijn en Peter van der Vlag. Dat is het enige verschil. En voor de rest, we gaan geen andere dingen doen qua spel. Dus alles wat dat betreft blijft hetzelfde. Ja. Maar dan is het moment voor jou wel daar. Is dat dan extra leuk ook dat jij voor de ploeg staat om te coachen? Het leuke van trainingsvak is trainen met een groep en een systeem zeg maar, erin proberen te krijgen. En hopen dat ze dat snel gaan herkennen en dat we steeds iets beter worden. En dat we heel goed kunnen worden. Dat is heel leuk als trainers zijn. Hè, dat je iets bedenkt en dat de groep dat oppikt en wanneer het ook nog lukt. En als je dan ook nog een keer mag coachen. Dat zijn wel de leuke dingen van het beroep. Zo simpel is het. Hè. Tuurlijk heb ik daar zin in. Dat wil niet betekenen dat ik niet liever wil dat Henk naast me staat. Want dat heb ik liever wel. Dat is ook gewoon hoe dat gegroeid is samen. Laat eerlijk zijn. Je bent trainer geworden om een groep te kneden en beter te laten spelen. En als je dan een wedstrijd mag coachen, dat is wel leuk. Zo simpel is het wel. Anders lieg ik. Ja. Nou, heb je dat natuurlijk ook vaker al meegemaakt bij Cambuur ook. Dat waren wel grote tegenstanders op papier. Nu is er best wel een realistische kans dat je ook 3 punten kunt pakken. Ja. Dat is ook wel prettig. Want kijk, wat ik zei, vorig jaar was het met de Graafschap in de Kuip. En bij Cambuur was het, dat was de eerste keer, dat was in de Arena tegen Ajax. Dus Henk die weet wel wat hij weggegeven heeft daarin. Nee, maar dat kwam zo uit. Alleen dat zijn natuurlijk wel tegenstanders. Dat is voor een promovendus. Hè, voor clubs als de Graafschap en Cambuur toen in de Eredivisie. Dat zijn geen gemakkelijke wedstrijden. Hè. Dus laten we eerlijk zijn. Morgen thuis. Hè, echt heel veel zin in ook. Gewoon met een echte thuiswedstrijd. Waarbij je gewoon een reële kans hebt om de wedstrijd te winnen. Dus dat... Natuurlijk is dat leuk. Ja, dus we gaan er wel uit. Of ik ga er stiekem vanuit dat we dat over de streep halen. Ja, nou heb je natuurlijk 3 lastige wedstrijden ook gehad. FC Den Bosch is dan misschien op papier wel een wedstrijd waarvan mensen zeggen van... Die winnen ze wel. Brengt dat ook een andere druk met jullie mee? Nee, helemaal eigenlijk niet. Nee, wij hopen ook dat we deze wedstrijd winnen. En daar gaan wij ook vanuit. Misschien gaat deze wedstrijd wel moeizamer worden dan tegen Go Ahead. Hè? Omdat... Go Ahead ook wel meer voor winst zou gaan. En ik weet niet hoe Den Bosch het morgen gaat doen. Hoor. Maar ik verwacht niet dat zij overal tot op onze 16 meter druk gaan zetten. Met heel veel ruimte in de rug. Wanneer tegenstanders het doen, krijg je hele leuke wedstrijden voor het publiek. En wordt het nooit 0-0. En is het beide kanten op, is het ook wel eens makkelijker. En nu komt Den Bosch. En wat iedereen zegt op papier, een mindere tegenstander. Maar die moet je echt kapot gaan voetballen als ze ingezakt gaan spelen. Dan kan het best eens 0-0 zijn met rust. Hè? En dan denk je van, goh ja, maar die kunnen het dan misschien ook belopen. Dan moet je zorgen dat je zo goed bent dat je helemaal de vernieling in voetbalt. En dat uiteindelijk de ruimte zo groot worden dat je echt kansen en goals gaat maken. Maar goed, ja, misschien wordt die wedstrijd daardoor wel iets lastiger dan de wedstrijd hiervoor. Ja. Nou hebben jullie van de week ook even gezeten, uitgebreid denk ik, met de buitens, de rol van de buiten, de eindbal. Wat bespreken jullie dan met hun? We hadden net Calon bijvoorbeeld voor de camera. Ja. Ik hoop dat ik hetzelfde zeg als Isa, want dan heeft hij goed geluisterd. Nee, wat belangrijk is de combinatie buitenspeler-spits. Wanneer komen voorzetten? Dus wanneer
verwachten mensen voor de goal dat de voorzet ook komt. Hè. Als je hem vrij hebt liggen, geef je hem naar voren of wacht je weer. En dan zijn de loopacties al geweest en dan moet je weer afhaken en dan ontstaat een nieuwe situatie. En dus die afstemming van wanneer geef je een voorzet, wanneer komt die voorzet en reageert iedereen daar op tijd op. Plus het feit dat ze, laat ik ook zeggen, als je 1-op-1 speelt als buitenspeler en je gaat een 1-tegen-1 actie aan, dan moet je er gewoon langs vliegen. En dan de ene keer gaat het fout. En dan ga je er langs en dan schop je een keer de reclameborden dwars door. En dan geef je een keer een goede voorzet en dan verlies je weer een keer een bal. En kijk, en als je 20 keer een bal verliest, dan kan je ook gewisseld worden. Helemaal niet erg en dan ga je volgende week weer door. Alleen, daar moet veel meer frisheid in zitten. Zij moeten gewoon acties durven maken, daar ben je buitenspeler voor. Ja, dus als je nou een centrale verdediger bent, hoef je achterin geen acties te maken. Maar daar ben je buitenspeler, ben je daar wel voor. En wij vonden dat wat te vlakjes op een gegeven moment. Hè. En kom op, als je daar ballen krijgt, dan moet je toch, dat is toch het leukste van aanvallen. Ja. Dus nou, dat soort dingen hebben we besproken en zijn we bezig geweest. Dus dat zijn nog stapjes die ontbreken, want ik denk dat je wel tevreden bent wat betreft de opbouw en het voetbal in het algemeen. 100%. En ook als je ziet, de opbouw van achteruit is goed. We herkennen op dit moment redelijk veel drukmomenten van tegenstanders waar aan onze mensen vrijkomen. Dus dat doen we heel goed, daar zijn we redelijk vast in. Ik vind ook dat we wel centraal wel kansen creëren, hè, door steekballen. Met Malum bijvoorbeeld vorige week, hè, met Kelvin die indribbelt, die steekbal geeft op Robert. Dus dat is wel goed. En dan moeten dus, nou gaan de buitenspelers er weer bij en die moeten nog vrijer worden daar in het hoofd. En ja, kijk, en dan als je dat hebt, dan... Ja, dan kan het ook meerdere kanten op en dan kun je op verschillende manieren heel leuk gaan aanvallen. En laten we hopen dat we daar steeds iets beter in worden. Oftewel, deze lijn doorzetten, publiek erachter en voor die 3 punten. Dat is het belangrijkste.